En samen met mijn ponies Poppa en Londa beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik kom dus net uit school en mama heeft mij dus samen met Poppa met de vrachtwagen uit school gehaald. We rijden dus nu op de Afsluitdijk, want we zijn dus onderweg naar Tolbert. En dit keer niet voor een wedstrijd, maar heb ik namelijk een proefgerichte clinic van Monique Beuts. Eigenlijk zou die al een paar weken geleden zijn, maar dat kon toen helaas niet doorgaan en gaat hij dus nu wel door. Een proefgerichte clinic houdt dus eigenlijk in dat je dus eerst je proefje gaat rijden en dat je daarna dus nog even les krijgt. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd of ik nog hele fijne tips kan krijgen. Ik denk het wel, want Monique Beuts is natuurlijk de bondscoach. Dus ik heb heel erg veel zin in. Poppy staat natuurlijk achter in de wagen. En ik ga me nu even omkleden. Ik ga namelijk deze riem omdoen. Ik doe ook gewoon mijn witte broek aan. En dan dit mooie shirt van Geblinkt. Zwarte met die glittertjes erin, zeg maar. En gewoon mijn kuursokken. Die passen er ook helemaal bij. Dus ik ga me nu even omkleden. Mijn opa gaat ook gezellig mee. Die woont in Friesland. Dus die gaan we zo meteen ophalen. En ik neem jullie gezellig mee. Nou, ik heb hem dus omgekleed naar mijn goede outfit. En we staan dus nu voor de brug. En letterlijk, daar is de afslag waar we opa moeten ophalen. Dus we moeten nog heel even wachten. Dan stapt opa natuurlijk bij ons in. En dan moeten we denk ik ongeveer nog 3 kwartier naar Tolbert toe rijden. Nou, we zijn dus aangekomen. We hebben daar de vrachtwagen geparkeerd. En in deze baan heb ik zo meteen de clinic. En daarachter ga ik losrijden. En van het weekend was hier al sprinkelkoer. Dus vandaar dat alle tenten er staan. Dus het is net alsof het echt wedstrijd is. Ik heb ook mijn witte broek aan. We zijn ook echt op een groot wedstrijdterrein. Maar in ieder geval hebben we dus een clinic natuurlijk. En ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga nu nog even plassen. En dan gaan we Poppy rustig opzadelen. En mama zal natuurlijk alles voor jullie gaan filmen. Dus kijk, dit is de baan waar ik zo mijn proefje moet rijden, deze. En Monique zit daar. En dan gaan we daarachter losrijden. Ik heb er zin in. Zo, we gaan Poppy dus nu van de wagen afhalen. Ik heb er wel eens 1 laars aan gedaan. En dan gaan we lekker opzadelen. Hé, Poppy? Ja. Hij heeft ook mooie knotjes in. Nou, Johan is nu aan het losrijden. Ze moet ongeveer over een half uurtje. Daarnaast is nu iemand de proef aan het rijden. Dat gaat Johan straks ook doen. En dan tijdens die proef, Monique staat daar, die gaat dan de proef al beoordelen. Dus dan hoort ze tijdens de proef al wat dingen beter kunnen. En dan daarna gaan ze nog werken aan de punten. Maar nu is Jo dus lekker even aan het losrijden. En Johan doet heel veel met buigen, links ombuigen, rechts ombuigen. Slangenvoltes, gewone voltes. Echt in alle gangen los aan het maken.
Wij merken dat die manier bij Popeye gewoon heel goed werkt. Dus nu buigen ze hem weer naar buiten. En straks weer naar binnen. En echt in een heel tuf drafje. Echt heel, heel sloom. En als hij dan los is, dan gaat ze tempo opvoeren. Het is nu echt gewoon nog, het stelt nog niks hoor. Het is echt alleen maar los maken. Ben je klaar voor jou? Top. Nou, dat is mooi. Ik ben er klaar voor, dus dat is mooi. En ik ook. Ik ben Johanna. Ja, dat ben ik. Ik ben Monique. Dat wist ik ook. Oké, gelukkig. Nou, wat gaan we doen? Zal ik even wachten? Ik? 91. Doei. Ja. En ik wil zo graag werken wat meer aan de drank. Zal ik jou, je hebt een rondje van mij in mijn kastje? Ja, is een kastje. Wat nee, ik heb geen kastje mee. Denken aan een eenvoudige bestemming. Voor actie met de rechter achterbeen. Zo. Opvangen en een beetje terughouden. Maar dan gaan we ook een tijdje schelen. Nou, iets terug. Terug en rechterbeen. Ja, geeft niet. Ja, dan zo. Door rechts een beetje aan. Ja, rechter doorheen. Ja, daar heb ik nog net even de rechte schouder eruit. Ik heb de onderhand de rechter van de schouder. Zo, daar. En buiten door een beetje bij opvangen. En dan achterbij een beetje afwekken. De onderhand houden zonder dat je harder gaat. Ja, niet te schuin, maar buiten tegen. Ja, je steeds een beetje op kan vangen. Dat je die buiten tegen kan begrenzen. Dat je die schouder moet dragen. En zorgen dat je... Maar de rest dan nog over AC. En ook niet te lang recht uit, omdat je hier dan nog wat meer buigt. Want dan kom je eigenlijk niet zo mooi uit bij E. Dan moet je dat goed beginnen, dan kom je hier ook wat goed uit. Zo, dat het afweer is wel een stuk beter zo. Goed zo. Ja, en dan in die wending een beetje terug. Goed zo, nageven. Binnenbeen, nog een keer binnenbeen. Ja, geeft niks. Zo. Ja, dus toen moet je een beetje nageven en toch meer staan. Ja, juist. Als je net klaar voor de keer bent, dan iets op kan vangen. En geven. En weer. Juist. En dan iets uitschuiven. Dit stukje nog weer nageven. Ja, en dan hetzelfde. Opvangen. Goed zo, stappen. Ja, laat ze pas niet te veel snijden. Zonder dat je te veel stelling naar links doet. Dat je dit nog steeds helemaal mooi middenstap houdt. Ja, als je daar blijft, dan moet je van hand gaan. En dan nog meer. Zo nog meer. Meer. Ja, de hand kan met je bij. Ja, dit is niet erg hoor, maar hij moet even doorstappen. Kom. Juist. Daar. Dat hij leert dat je het in de training nog een beetje strenger doet. En nou krijg je dan een keer dat dribbeltje. Als je in de training doet, het iets strenger. Omdat als ik in de proef ben, ik geef die teugel dat hij al gaat. Ja, gezamenlijk houden, goed zo. Ja, daar recht een beetje weer naar geven. Goed zo. Niet te schuin, maar een beetje stelling en buiten. Stelling en buiten. Ja, daar moet je een beetje door die lengte buiten komen. Dat je dat stukje los gaat laten in de dag. Goed kijken over die AC-lijn. Hop, pas op dat hij niet uitzwaait hoor. Zowel als je erop komt als er af gaat. Even tel laten wachten en dan meenemen. Goed zo, dat gaat nog mee. Juist. Ja, dat is beter. Maar goed, even recht en dan meenemen. Heb je dat in die hoek dus een beetje op het achterbeen gekeken. Buiten zo meenemen. Dat stukje moet, ja. En hij wordt het beter. Hij moet eigenlijk daar nog meer doortrekken als het ware vanuit het achterbeen en loslaat aan die voorkant. Hier ook het achterbeen terug. Ja, staat terug.
iets meer bovenin met kleine korte ophouding zodat hij van je hand afblijft. En eigenlijk moet hij direct aangalopperen, dus dat er net een stappasje tussen. Ja, hou die stelling. Hou die stelling. Omhoog, omhoog. Stelling. Terug. 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 Ja, dat. En niet over de hoek slaan. Die houden we open. Echt zo'n halve voet te blijven. Nou, dat is 6 meter. Een halve voet is maar 5. Ja? En dan kijk je dat je daar net iets eerder op de hoek slaat komen. Ja, dus dan nu steeds een beetje opvangen. En toch vanuit je rechterbeen sprong. Zonder dat hij harder gaat. Dat. Nou, opvangen rechterbeen. Rond. Juist. Goed zo. Maar mag een fractie rustiger stappen. Daar moet je hem nog even. Ja, ja, dat hij echt los is, die verbinding. Ja, goed zo. Ja, daar dat onder houden. Goed, goed. En linkerbeen houden, linkerbeen. Doorspringen, doorspringen. De achter moeten ronden. Juist, rustig, maar toch aan. Ja, die beter. Hier zo weer schouder voor. Ja. Nu op de derde buigen. Omhoog, omhoog, en dan een beetje opvangen. En als hij recht is, dan pas stap. Stappen. Juist. En dan één keer eerder draaien voor de mooierheid. Aanspringen was goed. Zorg dat hij daar echt schouder voor recht is. En ook schouder voor terugkomt. Terug. Daar kan hij nog mee terug. En juist. En dan eerst terug en dan de wending. Omhoog. Ja, dan moet je al voor jou aan doen. Nou, als je voelt hij is een keer voor jou aan, dan moet hij maar een keer even van je recht uit. Goed zo, en dan is een hoek ook al een klein beetje opvangen. Iets naar geestelijk hebben. Ja, dan. Grote opvangen. Goed zo. Hier, iets schouder voor. Daar, daar. Schouder voor denken met lichte stelling rechts. Omhoog, omhoog, omhoog. Goed zo. Ja, ja. En dan is het echt net iets uit. Zo, daar gaan we staan. Zo, we zijn weer klaar met rijden. En het ging super goed. Pop is afgezadeld. Heeft transportbeschermers weer om. En zijn knutjes zijn er weer uit. Dus Pop gaat zo weer op de wagen. En het ging echt heel erg goed. Nou, eerst heb ik natuurlijk even, gewoon even zelf losgereden. En daarna hebben we ons proefje gereden. En toen had ik ook al een oortje in. Dus ik hoorde Monique ook al. Want heb ik al hele fijne tips gehad. Daarna hebben we nog goed even aan de losheid gewerkt. En ja, als dat beter gaat, dan gaat het ook gelijk beter in de oefening. Dus hoe losser die wordt, hoe beter je de oefening kan rijden. En hoe hoger de punten je daar weer voor kan halen. Dus daar gaan we nu hard aan werken. Ik heb super fijne tips daarvoor gehad. En dat is eigenlijk het enige dat echt goed verbeterd moet worden. En dan gaan de oefeningen automatisch ook veel fijner en beter. Dus daar gaan we hard aan werken. En ja, ik ben in ieder geval super blij dat we zoveel geleerd hebben. En we gaan hier zeker mee door. Dus we gaan Poppy nu een dekentje op doen. Zijn therapiedeken van Bukas. En dan mag hij weer lekker op de wagen. En hij heeft nu ook zo'n mooie hals erom van Bukas. Die staat hem heel mooi, hè, Pop? Ja, heel trots op jou. Ja, maar ik heb een lekker lieve zakje. Eerst even plassen. Hij moet even plassen, Poppie. Ja. Nou, we zijn dus weer terug op stal. Ik heb de klep en het schot open gedaan. Ik maak nu Pop los. En dan haal ik hem eraf. Inmiddels is het ook al 9 uur 's avonds. Omdat ik dus ook pas om 6 uur de clinic had. En ja, het is... Oh, heb je zoveel zin om naar je bed te gaan? Omdat het natuurlijk ook voor ons 1,5 uur rijden is. Waar we sowieso pas daar ook om 7 uur weg gaan. Dus het is nu 9 uur zijn we thuis. Daar is alle knapse Lonnie. Heb je ons gemist? Ja, ik jou ook. Ik heb jou nog de hele dag niet gezien. Hé, hey, Messi. Zo... Poppy wil lekker in zijn stal.
Hé, hey, moet je plassen, Manny? Maar gaat hij gelijk plassen of niet? Gaat kijken of je al eten hebt. Nee, we moeten hem nog even. Nou, dit gaat niet helemaal soepel. Nou. Kijk, Pop. Lekker eten, man. Kijk, hier is Lonnie, mijn vriendinnetje. Scherp stellen. Hé, hey, meisje. Hoe is het? Hé. Hey. Hallo. Ik heb jou zo gemist. Oh, ik wil je een kusje geven. Hm? Lieverd? Ja. Liefje? Knappert? Jij hebt al lekker gelongeerd met mama, hè? Ja. Wanneer ga ik nu even Pops de transportbeschermers afhalen? Eerst even zijn halstertje afdoen. En dan ga ik even zijn regendekentje opdoen. En dan ga ik daar nog even onder de stal weer uitmesten. Die zal weer een paar keer gepoept hebben. En dan daar nog even mama helpen met opruimen. En als die klaar is, gaan we lekker naar huis. Na deze lange dag. Zo, Pop heeft lekker zijn krachtvoer natuurlijk. Nou, alles staat voor de rest klaar. We hebben Lonnie de stal nog even uitgemest. Die had ook nog even lekker een handje voer gehad. Dus nu gaan we alleen nog even de spullen uit de wagen halen. En dan gaan we weer lekker naar huis. Nou, alles in de vrachtwagen is dus ook opgeruimd. Hij is uitgemest. En hier zijn alle spullen opgeruimd. Dus ik ga nu naar huis. Het is nu 9:15. Dus ik ga lekker douchen. En dan ga ik ook slapen. Want het was een lange dag. Maar ik heb wel echt heel erg fijn getraind. Ik heb heel veel geleerd. Dus ik ben super blij met ja, hoe deze dag is verlopen. Ondanks nog net wel wat lange rijden was dat het helemaal waard. Want ik heb heel veel geleerd. Dus daar gaan we zeker aan werken. Nou, ik ga nu dus naar huis. Ik hoop dat jullie deze video erg leuk vonden. En misschien ook wel leerzaam. Vergeet zeker geen bladruimpje omhoog te doen. En natuurlijk je om te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week zaterdag weer. Doei doei!